Swipe up voor die Bitch Club. Jongens, vandaag ga ik iets superleuk doen. Want ik ga namelijk langs de twee iconische mensen van TikTok. Namelijk langs Morena en langs Macho Pam Pam. Morena heeft meegedaan met Good Luck Guys. En ja, ze wil nu een beetje meer in de televisie dingen doen. Ik ben super benieuwd hoe het er met haar gaat. En het kan zomaar zijn dat één uit de auto loopt. Want ze hebben soms pittige discussies, ook online. En ik ben super benieuwd. Vergeet me allemaal natuurlijk niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Dus klik hieronder. Hoi, oh, kijk! Okay. Ja, oh, dan moeten jullie nu video maken. Oh, wat moeten we doen dan? Je moet zo door, kijk. Je moet zo door en die saus aan jouw mond. Zal ik hem hierin doen? Ja, en daar doe ik. Kut. Doen jullie dit dan? Auw, mijn handen! Wat is er? Oh, wacht. Ja. Hoe moet ik dat doen? Is die aan? Ja! Ah, ik verbrand gewoon mijn handen! Hoe moet je dat aan je mond doen? Ja, toch? Het smaakt naar jam. Jam, dit is jam, denk ik. Echt leuk! Heb je zelf niet gedaan, Macho? Nee, ik wist dat niet. Ik heb deze. Kijk dan, jongen! Oh, dit is echt leuk, jongens! Kijk dan! Al die rook! Oh, dit is echt heel lekker, Nick! Oh, yo! Kijk hier! Heerlijk, hè? Oh, wat een goed idee! Het is mais met zoolstof en iets met, met ijs. Wat maakt ook naar mij? Ik was hier zo benieuwd naar. Ik heb het ook nog nooit gehad. Ja. Bij Zia. Oh, kijk dan! Wauw. Lekker. Ja. Blijf naar mijn mond komen, kijk! Ja, bij mijn oog. Oh my god. Dit is wel leuk. Ja. Nou jongens, ik zit hier naast de leukste TikTok-sterren van Nederland, denk ik wel. Ja, Macho Morena. Macho en Morena. Hey! Swipe Macho Pam! Baklava! Bam! Bam, jongen! Jongens, hoe gaat het met jullie? Gaat goed. Ja? Mij gaat altijd goed, Macho. Eet het toch? Tuurlijk. Ja, gaat echt heel goed. Ik ga dit nog even één keer eten, hoor. Dit ja, is echt lekker bij schat. Ja, proef van Morena. Ja, hier, schat. Dit ga je echt heel goed vinden. En kijk het nu! Zag je dat? Wacht even. Wat heb je dit? Ik ga proeven. Nee. Wacht. Ik ga nog een keer proberen, man. Ik kan dat nog proeven. Echt heel lekker. Eén stukje. Wat? Ik kwam echt in deze. Ik zag. En ik was stier. Oh, dit is echt heel leuk. Oeh. Kijk hoe grappig. Het rookt helemaal. Ja. Maar niet. Oh, god. Oh, ga je branden, hè? Mijn kies. Koud, hè? Morena. Pas op, je bent koud, hè? Morena, haar tante zo dadelijk uit. Je moet dit doen, die onderste. Nee, doe die onderste. Dat is heel gevaarlijk. Doe nou. Deze is goeie. Wauw. Oh, lekker wel een shisha blokje. Ik vind jullie altijd al vanaf het begin af aan van jullie TikTok periode, denk al 3 jaar geleden ongeveer, vind ik jullie fantastisch. Ik ga altijd zoeken om jullie lives. Dankjewel. Er is altijd wat te beleven bij jullie, toch? Is dat zo? Altijd nieuwe dingen. Altijd nieuwe dingen. Want jullie hebben toch ook slakken thuis? Ja, tuurlijk. We hebben dieren, dierentuin thuis. Katten, slakken. Oh, we hebben daar de dierentuin geopend, broer. Ja, asielzoeker van dieren. Ja, elke kat van de buren mag komen binnen. En we hebben ook deze, jongens. Is ook super lekker. Ja, lekker dit. Hey, en ik zag Morena. Even hier. Ik zag Morena ineens bij Good Luck Guys. Ja. En dat is eigenlijk een soort realitysterren, die worden allemaal bij elkaar geplakt. En dan moest je in teams moest je spelletjes spelen, toch? Een soort Expeditie Robinson. Ja. Hoe was het om daar mee te doen? Het was voor mij best wel een spannende uitdaging, want ik ging natuurlijk zonder hem ging ik naar Thailand. Want hebben jullie ook niet aangegeven dat jullie graag samen een koppel wouden? Ja. Ja? Ja, nou het is wel zeg maar, wij waren dus daarheen gegaan en toen heb ik gevraagd of hij mee mocht. En toen zeiden ze van, koppeltjes, duo'tjes mogen niet meedoen. Oh. En toen ben ik toch uiteindelijk alleen gegaan. Met de toestemming, met de contract erbij, om dus wel buiten te slapen. Want dat moest wel, hè, Macho? Ja, dus ik mocht niet... Buiten slapen, jongens, jullie horen dat, hè? Jullie horen dat, hè? Ik ga niet zoomen, hè? Ja, nee. Ik mocht niet... Maar vond je dan ook niet kut dat Rico zei, ik ga maar buiten slapen? Eigenlijk zou je toch een soort wachten dat de man dan zegt van... Tuurlijk, ze hebben respect voor mij gedaan. Voor, zeker. Tuurlijk, ze moet slapen buiten. Weet je, maar ik zou zo ook niet kunnen met een man slapen. Nee, snap maar. En wat, vond je het lastig om haar daar naartoe laten gaan, Macho? Nee, ik vind een beetje in het begin een beetje ruzie samen. Ja? Dat. Ja. Want ik hoorde ook dat je had gezegd op het vliegveld. Ja. Van, het is klaar. Ik zeg tegen haar, ga maar daar blijven. Nee, waarom? Dat is toch zielig voor haar? Ik ging echt met een kutgevoel. En ik zat de hele dag in die vliegtuig. Omdat het gaat volgens mij daar alleen maar voor die slapen. Ja.
iets anders, ik vertrouw haar, blend. Ja. Maar om te slapen, dan moet gewoon kijken hoe ze het. Maar ze hebben het gedaan. Ja. Wat ik heb gezegd, ze hebben het gedaan. Dat vind ik trots op. En toen ze terugkwam uit het vliegtuig, toen ze weer uiteindelijk alles geland was, stond je er wel op te wachten? Ik was undercover daar. Ja. Ik hou van verrassing. Nou, weet je, ik had geen telefoon, hè? Nee, ik had geen telefoon. Dus ik had eigenlijk zoiets van. Ik had ook geen oplader. Ik had wel een telefoon, maar geen oplader, wil ik. En ik kwam zeg maar aan op op Schiphol en toen zag ik iemand in de verte zwaaien, maar ik wist dus niet zeker of hij dat was. Ja, dus op een gegeven moment... Dat is vermomd. Ja, ik heb geen goede ogen, dus ik had mijn bril ook niet op. Nee. Dus hoe dichter ik bij kwam, dus toch helemaal zo springen. Met roosjes aan. Echt, een roosje, chocolaatje. Het was wel weer gelijk, maar goed dat je van ogen gewoon... Broodje kroket, ben je fan van? Broodje kroket, heel erg lekker, ja. Dat is toch wel goed. Die mensen ook soms tegen dingen zeggen, hè, van tevoren. Nee, nee, Macho heeft me nog nooit zoveel geknuffeld. Oh, echt? Zo, hij heeft mij gewoon een kwartier lang zo hard geknuffeld. Maar jij hebt ook ver geschopt, eerlijk? Ja. Je hebt sinds echt ver geschopt, hè? Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik dacht echt eerst van, oh, misschien gaat ze wel als eerste ronde eruit, wat ik niet hoopte. Maar gelukkig ben je echt tot ver gekomen. Ja, ik wist zelf ook niet dat ik zo ver zou komen. Nee, echt niet. Ja, ik zeg je eerlijk, in het begin, ik zeg tegen haar thuis, je gaat dat niet halen, Maureen. Ik zeg misschien, je gaat tot twee, net als die wat wij hebben gedaan in die andere programma. Ja. Hoe die andere programma... Ik heb best wel zo'n lekkere bubbeltje. Alles kunnen. Oh ja, hebben jullie ook al meegedaan. Alles kunnen, what the fuck? Beste programma ooit ever, en respect mensen vol. Ja. En ik voor deze, ik zeg jullie eerlijk, die mensen van die programma zijn de topper mensen. Ja? Ik heb vol respect voor hen. Ja, ze hebben ons behandeld. Echt heel goed behandeld. In die hotel goed. Eten genoeg, alles is genoeg. Ik was daar helemaal op mijn gemak. Ja, we gaan er zo meteen nog wel even over hebben. Ja. Over de alleskunner. Mm-hmm. Maar toen bijvoorbeeld op een gegeven moment, je hebt alles ook gezien natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En hoe kijk je naar Morena? Nee, ze is strijder. Strijder, hè? Soldaat. Ja, soldaat. Soldaat! 100% soldaat. Ja. En ook, op een gegeven moment, ik vond het zo, er werd gevochten ook, bij Sharon had geklapt. Ik vond het zo gewoon, jij stond zo schattig erbij. Hoe is die vechten? En dan is het zwaar, voor die mensen klem. Ik vind het gewoon ook grappig. Ik had eigenlijk echt zoiets, echt mijn energie was helemaal op. Ja, op een gegeven moment op een gegeven moment had ik echt zoiets van, ik heb echt geen zin om te vechten. Nee, want jij vecht ook wel eens, toch? Ja, maar weet je wat het is, dat doe ik niet met camera's erbij. Nee. Gewoon in mijn privéleven en ik vind nu doe ik het niet meer nee. Maar weet je, ik dronk altijd heel veel alcohol en ik denk dat het daar ook aan lag dat ik dat soort dingen deed vroeger, ja maar als ik nuchter ben dan ben ik echt heel lief dus ook echt nooit iemand alleen in de pijn doen. Ja, maar die vrouw die zocht er wel een beetje naar hoor ik zeg je eerlijk met Morena alcohol past niet alcohol past gewoon echt niet nee mag niet ik moet elke dag ook Zij was niet moslim aan alles. Ja. Oh, joh, want je had bijvoorbeeld ook uit een stukje gelogen, Morena. Je ging gelijk binnen en zo. Maar ik vond echt, ik dacht, oh mijn god, ze blijft gewoon door. Maar kijk, bij mij, ik ben vrij gast. Zij weet wat, zij is volwassend genoeg, zij weet wat zij moet doen. Ja. Ik ben niet strenen man die ga ik zeggen dat is doet of dat ga ik heilig hier doen. Ja. Ik ben dat niet, ik ben gewoon een mens. Ik laat iedereen op zijn vrijheid. Ja, dat is logisch toch? Dat ben ik. Ja. Doe wat je moet doen. Ja. Als maar je doet het goed, doe jouw ding. Ja. Ik doe mijn ding. Ja. Nee, en als op een gegeven moment kwam er een reunie van de dingers en jij mocht niet komen. Ja, dat is echt, ik vind Macho het echt... Macho was daar, was in de buurt. Ik zeg eerlijk, die reunie was gewoon... Hij zegt, als we gaan beginnen, ik ben ready. Ik zeg eerlijk, ik ben daar, hè. Jij stond je aan de doek te wachten. Tuurlijk, ik was in de auto daar heel dag aan te wachten. Ik zeg, pak jullie geen zorg, ik ben hier beneden. Ik hoor jullie alles. Maar jullie horen dat, hè? Oh ook jullie hebben me gediscrimineerd. Maar ik blijf altijd motherfucker soldaat. G, macho, pam, baklava, bam. Die vrouw kijkt. Die vrouw is gisteren dood op de vingers. Echt fucka. Die valt bijna op ze komen, luister. Ze komen die mensen van die programma naar beneden. Ze komen die mensen van het programma naar beneden. Die hebben meegedaan. Machopam is daar beneden. Oh echt? Ze waren allemaal bang. Machopam is daar beneden. Ze komen naar Morena allemaal. Ze kwamen allemaal naar me toe. Ze zegt, oh is die hier dan? Is die buiten? Ze zijn allemaal checken. Ik zeg, hou eens op. Hij is om de hoek. Hij is hier daar. Ik zeg gewoon eerlijk, hij was gewoon in de buurt. Maar waarom mocht je dan hij was daar met koffie en drinken. Ik weet niet broer, ik vraag mijzelf waarom. Als tegen jou zegt, hij mag niet komen. Ik ga jullie in de zeggen, dames en heren. Ik doe niks fout, ik heb niks fout gedaan. Luister, laat me zeggen wat moet ik zeggen. Luister, ik heb niks gedaan. Ik voel mij gewoon gediscrimineerd voor deze. Ik zeg tegen jullie eerlijk.
ik vind gewoon, mag je niet daar komen, bla bla bla. Oké, is goed. Welke reden? Ik weet niet welke reden. Dus ja. Misschien maar waren ik deelnemers bang. Maar ik ja, ben de king van social media. Onthoud jullie dat goed, hè? Ik ben de king van social media. Jullie kunnen mij nooit kleineren met jullie tv, met jullie programma, met jullie zogenaamd jullie wat doen en alles. Ik ben de king en ik blijf de king. Macho pam, baklava, bam brada. Bam! Ja, ja, zo, door de kop. Is je roze shaky? Ja. En op een gegeven moment is het ook uit de hand gelopen bij die reunie? Of? Ja, het is echt helemaal uit de hand. Ja? Met ik heb zeg maar echt twee deelnames, dus zeg maar Rico en die andere, ga ik niet eens de naam zeggen. Heb ik gewoon opgezet. Ja, ik heb gewoon nu echt even mijn ware gezicht laten zien. Ja. Ik ben veel te lief geweest in het programma, ja. Maar ik was ook heel nuchter ook. Hè. Ja, want je had ook een beef met Faisal. Ja. Dat hadden jullie allebei al. Ja, toch? Van helemaal gelijk. Zeker. En hoe is dat nu? Want jullie hebben aan tafel gezeten. Hey, ik heb geen probleem met iemand. Nee, dus ik heb respect met iedereen. Ja. Kijk, ik ben niet iemand die ga ik mensen lastigvallen en dit dan dat. Ik ben respectvol voor iedereen. Ik respect iedereen. Ik ben nooit tegen mensen gepraat in mijn livestreams of dit of dat. Ik ben geen roddelaar. Nee. Ik doe mijn dingen. Dus iedereen doet zijn dingen, snap je? Ik heb respect voor iedereen. Dat is mijn ding. Ja. Ja. Nou ja, beter toch. En ook dat het gewoon weer goed is tussen jullie. Want hij wordt jou ook wel grappig, toch? Natuurlijk. Ja. Misschien hij is een fan, stiekem. Ik kan alles. Ja, ja, je kan alles. Ik denk dat Faisal gewoon een heel groot fan van mij is. Wij zijn mensen, een eerlijke mens, hij kan fout maken. Wij zijn mensen, een eerlijke mens, hij kan fout maken. En wij zijn geen angels, wij zijn geen malaïken. Wij zijn gewone mensen. Ja, en door die fout je kan leren. Ja. Ik macho pam, ik hoef niemand of tv of alles mij te presenteren wie ik ben. Ik presenteer mijzelf, ik ben hier. Ik doe dat zelf. Ik hoef jullie niet. Ik ben macho pam, baklava, bam, zonder suiker. Dat weet jij zelf. Zonder suiker. Dat is heerlijk. Zonder suiker, je moet jullie proeven, dames en heren. Kom jullie bij livestreams van macho pam, gaan jullie proeven allemaal baklava zonder suiker. Ja, en jullie hebben ook meegaan met de alleskunner. Ja. Was het alleskunners VIP? Heel mooi, echt mooi. Ik vind die mensen die hebben, die kandidaten die hebben meegedaan ook, was helemaal top en vrij gezellig. Wij voelen daar net als familie. Ja, waren jullie gevraagd ook? Ja. Oh, wij waren daar net als familie gewoon. Heel de dag gewoon samen, heel de dag op de bus. Oh, dat is wel leuk. Was leuk. Hotel samen heb ik gehoord. Ja, beneden eten samen in de avond. We hebben ook voor VIPs gevraagd daarna. Ja. Oh, echt? Maar, en toen zeiden ze mochten we niet meedoen, want we al hebben meegedaan. Oh, dat is jammer. Dat is echt, jullie gingen ook samen maar, weet uit. Weet je wie hebben mij genaaid in die programma? Nou? Ik word eruit. Nou? Kakkelak. Wie is kakkelak? Een kakkelakketje, gewoon die snoepie van kakkelakketje. Ik moet hem in de emmer doen. Een kikker! Zo, ja, ik heb dat gezien. Een kikker, ik heb dat gezien. Weet je wat is gebeurd? Ja. Ik raak mij daar zinnewachtig, je weet toch, ik ben de laatste kandidaat. Ik moet die kikkertje doen in die emmertje. Tegen mij, tegen Morena nog erbij. Nou. Ik zeg tegen Morena en haar ouders, weet je wat? Ja. Ik ga gewoon fake doen, je moet gewoon maar gaan doen. Niet. Ik kan niet liegen. Ik heb tegen jouw gezicht. Ik heb jouw gezicht niet liegen. Ik heb tegen jouw gezicht. Ik heb tegen haar gezicht in haar oren. Ik zeg, ik ga jou laten winnen als een man. Je hebt gewoon gewonnen. Maar ik heb tegen jou, door mij heb het gewonnen. Door mij. Door mij heb het gewonnen. Door mij. Je moet dankjewel. Zeg dankjewel. Geef toe. Geef toe, vriend. Geef toe. Dames en heren, ik heb tegen haar gezegd, je moet gewoon gaan. Ik ga gewoon naar huis terug, geen probleem. Omdat je wat vraagt, ik weet dat je gaat gewoon daar huilen. Ik wil jou niet zien huilen, ga maar. Jella, ik heb jou gegund. Nee. Ik heb haar gegund, Okay. Omdat, weet je wat, ik vind haar gewoon... Zij doet haar best om te winnen. En ik doe dat mee alleen voor haar. Hè. Ja. En meer om te supporten haar. Maar daarna gingen jullie toch samen alleen voor eruit, supporten? Nee. Of bleef eentje dan gewoon langer? Ik bleef daar langer. Maar bleef je ook langer in de hotel? Morena zei was toch nog vijf dagen. Dat is best wel lang, vijf maar dagen. Maar mocht hij dan nog wel blijven? Nee, ik ben terug naar huis. Hij moest terug. Mag niet, hè? Hij moest terug. Wat kunt? Ik zou moet. Die terror-tweeling, Chandler is ook. Weet je wat is gebeurd, broer? Na twee dagen, ik ga daar met auto.
Nou, die hoort er ook. Ik heb helemaal geruïneerd dit programma vandaag. Dat is echt lekker. Wat dan? Ik sta daar buiten van dit programma met Morena Roos is te doen. Ik zeg, nu stap je de auto weg naar huis. Al mag niet van de hotel naar buiten. Oh. Ik heb die manager van die hotel en die programma, hij belt mij. Ja. Hij zegt, er is niks aan de hand. Ga gewoon lekker slapen, hij is goed. Ik zeg, ik ga hier slapen in de auto. Ik blijf hier. Toen ga ik het programma gewoon klaar. Dan ga ik naar huis. Jij was nog helemaal boos op mij geworden. Ja, ik was waarom? Ja, omdat er was daar een jongen en die zat de hele tijd op mij te loeren. En dat had hij gehoord van Wietske. Oh, en toen, echt? Ja, Gonu, kwam die eruit? Nee, ik kom daar gewoon. Alleen maar love, alleen maar liefde, broer. Je weet toch, je weet zelf Marokkanen. Jullie weten het, alleen maar love, alleen maar Marokkaans. Ik ben vol Marokkaan. Dik essen naar alle Marokkanen, Berbers. Love. Jullie weten het zelf. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen met TikTok? Want jullie zijn echt wel een TikTok duo samen altijd geweest. Ja. Nog steeds, zijn jullie altijd live volgens mij. Nou, het ging eigenlijk, hij zei tegen mij dat ik zeg maar moest beginnen met TikTok. Ja. Omdat hij had al TikTok en ik nog niet. Ja, en toen zei hij, ga ermee beginnen, je gaat echt groot worden. En toen heb je mij toen gefilmd toen Peter R. de Vries was overleden. Ja. En toen was ik helemaal aan het huilen. Wij waren in auto in Utrecht. Ja, en die video was helemaal viraal gegaan. Die avond, wij waren in auto in Utrecht. Ik zeg tegen haar, weet je wat ga je doen? Nee. Ik vind het zielig voor Peter overleden. Dat, omdat ik vind hem gewoon een goede voorbeeld. En ik was grote fan voor hem. Ja. Ik volg hem altijd. Ik vind hem spannend. Ik hou van spannend leven. Ja. Ik vind hem spannend hoe hij praat, hoe dit, hoe hij doet. Ja, ik vind hem echt een man. Gewoon met lef. Gewoon. De man echt een man. Hij heeft zoveel moordzaken. Snap je? Hij heeft heel veel dingen opgelost. Hij komt ook voor moslimse mensen met die hoofddoek toen die tijd problemen. Hij zegt, dat jullie iedereen. Elk moslimse mens, hij houdt van hem. Iedereen verdrietig doen die hij is overleden. Ik zelf, ik was helemaal kapot van binnen. Ik zeg, dat kan toch niet, man. Ik zeg, die man, hij kan gewoon zo goed gewoon zaken oplossen. Zo, hij doet zo zijn werk. Er is verschil als iemand, hij doet zijn werk voor geld. En iemand, hij doet dat gewoon met liefde. Ja. En hij houdt van zijn werk. Ja. Je ziet dat gewoon. Ik vind het ziek dat zo iemand ziek. Anders koppert. Nee, kan toch niet, man. Dat is gewoon bizar. En gecontroleerd voor zijn familie. Namens van alle Marokkaans. Gecontroleerd voor jullie familie. Peter en de Vries. Ja, wij waren echt wel heel verdrietig daarover. Wij waren echt verdrietig. Morena, zij was aan te huilen. Ze heeft me gefilmd. Ik zeg eigenlijk stiekem, ik heb haar gefilmd stiekem. Zij was aan te huilen. Ik zeg, ik heb haar gefilmd stiekem. Ik heb haar gedaan op social media. Dus zo zijn jullie eigenlijk een soort van omhoog. Niet omhoog. Zo ben ik begonnen met TikTok. Oké. En toen ben ik een webshopje gaan beginnen. Want toen zag ik dat ik al een aantal views had. 100.000. Ik denk, hoe dan? Hoe dan? Ja, en toen heeft hij gezegd van, ga lekker je whitenings verkopen. Want ik had het natuurlijk. En toen ben ik heel erg viraal gegaan. Hij was iedere keer op de achtergrond. Geef me niet meer hoor. Ik heb hem meegemaakt, Marjo. Ik was achter de grond. Ik was de man achter de scherm. Ik was de man achter de scherm en ik zie reacties. Alles dempen. Oh, dat is mijn kick. Moderator. Dat is mijn kick. Ik zit op de bank met mijn chips. En ik kijk café. En ik dumpen mensen blokkeren. Sommige mensen die hebben niks gedaan. Die komen daar alleen maar aan doen. Hé Morena, dit en dat. Blokkeren. Ze gaan komen in de avond naar Morena. Moet Machap ons allemaal geblokkeerd. Haal ons uit het blok. Ze zegt tegen mij. Ja, ben je deze? Je hebt het ontslag. Oh. Je bent geen goede moderator. Je blokkeert iedereen. Alleen de beste mogen hier werken. Maar ik vind het leuk. Ja. Jullie weten het zelf. En jullie hadden op een gegeven moment ook een break-up, toch? Of niet? Op een gegeven moment. Op een gegeven moment hadden jullie ook een soort van break-up, toch? Ja, Ja, heb je dat nu ook nog wel eens? Ja, laatst. Twee maanden. Twee maanden was hij in Mamelia. Oh, in Spanje. Ja, met vrienden. Oh! Doei! Wordt het wel leuk? Nee, weet je waarom? Het was heel onverwacht. Nee, meneer, luister. Morena, jij hebt fout gedaan. Hey! Ik word bij de bank. Nico, luister. Nick! Mok! Bijna Rico! Nick Mok! Ja, jullie kennen die, ja? Nico! Nicola! Nick Mok! Jullie kennen die? Ben jullie daaruit? Nick, luister. Geen inzicht, hoor. Helemaal alleen met grappen. Martjo voelt zich echt heel erg op je gemak. Hey, Oh, maar dat is wel goed ook. Dit is zich gaan niet. Ja? Ik ga doodlachen om deze vrouw. Deze vrouw, zeg je eigenlijk. Wanneer ik ben thuis, ik moet alleen maar lachen. Ja, dat snap ik wel. Veel dingen. Ja. Soms gebeurt met haar. Ja. Ik moet gewoon lachen of huilen, ik weet niet. Ja. Bij elkaar. Net als nu. Ja. Kat is vermist.
twee dagen. Ja, ik heb heel de buurt gezocht. Heel de buurt gaan hoe je daar. Daar is mijn kat. Nog steeds niet gevonden. En heel de avond huilen voor de kat. Ja. Ik zeg, ik snap dat ook, het is mijn, net als mijn kind, Azabi, snap je? Ja. Ik zeg, wat ik moet doen? Ik is weg, klaar. Ja. Ik moet hem zoeken opnieuw, ik moet gewoon geduld hebben. Ja, misschien gaat hij terug zelf. Ook zo dat hij na een week op terug komt, ik zweer. Oh my god. Soms heb ik een keer gehad dat mijn oma, die had ook een kat, was. Mijn oma had een kat en die was na een week was hij gewoon weer terug. Maar ja, ik weet, misschien, ik hoop het. Ik denk dat zo meteen wat terug. Wat gebeurt? Na een week, nou, week kwam hij weer terug. 9 dagen stond er ja, waar gaan ze? Waar? Ja, weet niet, naar de, ja, misschien naar waar ze, ja, ik weet echt niet waar ze is. Misschien naar kattenparadijs. Misschien is hij wel heel leuk nu. Zit hij maar te chillen met allemaal katten. Weet niet, weet niet. Nee, weet echt niet. Oh, we hadden echt weet van, niet. Daarom hebben we gezocht ook waar vermist alles hebben die dingen. We hebben overal gekeken. Niets gepraat en alles. Ja, maar klopt niet. Dat komt goed. En ik heb ook een spel meegenomen. Wat leuk! Namelijk, ze liggen bij jou op de achterbank, Morena. Jullie hebben op soms wel eens beef met mensen online, toch? Ja, tuurlijk. Stel je voor, je mag nu meedoen met boxing influencers. Wie zou er echt een possieklappen willen geven? Badr, Oh ja, dat ook wel even weten, ja. Bij mij? Oh, ja, nee, wie zou je dan willen klappen? Moobisub. Jij Moobisub? Moobisub, ja. Moobisub, BD, als jij durft. Moobisub, bam, bam! Kom in de ring! Ja, ik heb nog steeds dat. We gaan dat lossen in de ring, brada. Macho pam, baklava, bam! Hey, Morena, wie zou jij echt een postje klappen willen geven? Ja, wie ik gewoon. Ja, even kijken hoor. Ik heb dan één iemand, denk ik. En dat is? Vonneke. Vonneke Bonneke? Vonneke Bonneke. Ja, daar werk ik wel tegen. Ja? Ja, zijn zeker. Even in de ring, ja, die zou ik wel even in de ring willen pakken. Even laten zien wie Morena is. Vonneke, als je kijkt. Ja. Morena is ready. I'm gonna get you. Girl. We run the world, girls. Oké, ik ga vragen stellen, dan moeten jullie bordje, wie zeg maar eerder is. Is goed. Wie is er het romantisch tussen jullie? Ja. Ja, macho? Ja. Ja, ben jij romantisch? Ja, macho is wel echt romantisch, ja. Zeker. Mag gewoon weer op deze broer. Ja, macho is echt wel romantisch. En wat doet hij dan? Gaat alles. Ja, hij houdt echt van lekker eten, chocolaatjes. Tuurlijk, gezelligheid. Lekkere dingen. Ik hou niet van zagrijnige mensen en roddelen mensen. Ja. Ik hou van, wanneer ik ben thuis, ik voel mij gewoon net als een kind. Ja, ja, ja. Ik voel mij daar net als een kind gewoon spelen, die, dat, koken, thee maken, gezellig praten. Liefde gaat door de maag. Echt liefde. Dat is normaal, als alle mensen. Ja. Ja. Normaal. Oké, okay, wie wordt het snelste boos in jullie relatie? Oké, gelijk. Zonder te denken. Zonder te denken, jongens. Ja. Stem jullie stemmen. Ja, Morena, word jij snel boos in je relatie? Zeker. Ja? En waar word jij dan boos op? Ik heb een heel kort liedje. Ja, ben je ook jaloers? Nee, dat niet. Maar zijn wel jaloers op jou? Nee, ik ben niet jaloers. Niet zo. Ik praat niet, jongens. Nee, schat. Zij is niet jaloers. Zo doen, liefie. Jongens, zij is niet jaloers. Nee, jaloers ben ik niet. Kijk die hoofd van haar, kijk. Ik ga wel eerlijk zijn. Kijk die hoofd van haar, kijk. Ik ga het wel eerlijk zijn. Kijk jullie goed, check jullie die hoofd, jongens. Zij is niet jaloers. Nee, ik ben niet jaloers. Ik ga nog iets. Stel je voor dat. Stel je voor, hij gaat vreemd. Stel je voor, met een meisje. Je betrapt ze samen in een hotelkamer. Zou je dat meisje ook een portie klappen geven? Weet je wat ik zou doen? Nou. Een schat, echt, mag ik wat? Wat ik denk dat wat ik zou doen op dat moment, ik zou gewoon weglopen. Ja? Ja, weet je waarom? Nou? Omdat mijn eer is hoger dan die van hem. Ja, dat wel, alleen. En vooral en helemaal van haar. Hoer. Waarom moet ik mijn mooie hartjesvel maken aan zo'n vieze slet? Ja, toch? Ja, maar ik denk altijd van, stel je voor, bij mij zou het gebeuren, ik zou diegene helemaal dood loslaan. Ik denk dat ik zwart ga. No dan. Ja, dat no nee, done. Dat heb ik eigenlijk weer niet echt. Nee? Nee, ik zou eigenlijk zo gewoon zijn spullen naar buiten rotten gewoon. Want weet je wel, kost het jouw huis oprotten. Via de raam, via de raam. Huis. Niet via de deur, maar via de raam. Leukels aanpassen. Hey, dames en heren. Je kent die? Spulletjes gaan vliegen via de raam. Niet via de deur, maar via de raam. Je weet toch, je zit alleen maar jouw boxshorts zijn allemaal buiten. Op de straat. Echt vreemd. Ze zien je heel goed als je daar zit. Ja. Oké, wie heeft er de meeste scheid aan haatreacties?
Ja. Nee, jij juist niet. Tuurlijk, ik ben geduldig en jij reageert altijd. Geef toe. Jij gaat op jij elke bent gewoon, reactie. Ik ga niet op elke reactie. Ik negeer. Ik juist niet. Zij kan niet regeren, jongens. Ik regeer. Ik negeer. Zij kan nooit negeren. Rustig blijven. Dikke bieb dadelijk uit die auto. Dat kan niet tegen. Ik ben sterker dan haar. Yes! Yes! Jullie weten het. Ik ben sterker dan haar. Mijn ego is sterk, jongen. Oh my god. Ja, ik zit zo op jouw plek, hè. Ja, dikke love. Alleen maar liefde. Als Matsjoep aan mij zegt. Dikke love. Alleen maar liefde. Zij mag rijpen. Nee, ik doe niet af. Oh my god. Ik ben een beetje menig doorgekijker. Wie zou er eerder van jullie openstaan voor een trio? Niks. Geen één. Help, jongens. Help. Ga ik niet doen. Ik denk dat het wel gewoon uit mijn respect, fantasie. Uit mijn respect. Ik heb nooit gedaan. Ik ga nooit doen. Ik denk fantasie. Ik ga dat nooit doen. En ik heb nooit gedaan. Trio met Vonneke erbij. Ook met wat zei jij? Nee, nooit. Wie zou er eerder in andermans telefoon kijken? Macho. Morina! Nee! Morina! Logenaar, Morina! Kijk die hoef! Nee. Hij zegt meer dan genoeg! Ik kan niet praten meer, jongens! Kijk jullie die hoofd! Kijk jullie die ogen! Check jullie die ogen goed! Wie gaat kijken naar andere telefoon, jongens? Wie Macho. Ik of zij? Macho, ik ga. Wauw, Macho is wel iemand die altijd in mijn telefoon kijkt. Ja? Weet je wat zij doet, Morina? Luister, jongens, weet je wat zij doet, Morina? Zij doet zo. Zogenaamd ik slaap. En ik doe ook dit trouwens, ik speel ook mee. Ik doe zo. Soms doe ik ook slapen. Maar ik ben wakker. Zij doet zo. Zij doet mij zo. Zogenaamd wakker. Ik doe mij dood slapen. Yeah. Zij gaat zo doen met haar handje naar de andere telefoon. Mijn telefoon slaapt naast mij. Zij doet zo. Ik zeg, wat doe jij? Nee, ik zoek oplader. Yes, ik ben ready. Okay, dus gewoon weer niet zo in mijn gezicht zitten de hele ja, tijd. Okay, ze zien je gewoon. Okay. En die bord mogen weg, anders ziet deze is klaar. Oké. Deze moet ik houden in mijn hand. Ja, even serieus. Voor een paar antwoorden snel. Blijf gewoon op je plek zitten hoor. Blijf op je plek, hè. Ja, moet gewoon rustig blijven jij. Stel je voor, je mag of je kan nooit meer op internet, of... als het donker wordt, staat altijd Frans Bauer naast je. Op 1 meter afstand. Nou, wat een kut ding! Nee. Heb je even voor mij? Nou, altijd voor de vrij. Oh, maar Morina, nu je aan het zingen bent. Het is uur van de dag. Denk ik steeds aan jou lachen. Jij kan ook zingen, hè? Ja, dat wel. Want jij hebt een liedje, heb je uitgevoerd. Kun je die niet even zingen? Ja, zeker. Ja, ik ben wel benieuwd. Zal ik even mijn liedje aanpakken? Ja, dat is toch wel leuk? Ja, tuurlijk. Even promoten jij in de video. Wat zou je doen gehad? Zou je met Frans Bauer wakker worden of geen internet? Geen internet. Maar hebben jullie ooit ook een kinderwens of zo gehad dan? We zijn niet daarvoor bezig, omdat we nu bezig zijn. Alleen maar met iets anders. Maar kinderen, je kan maken over alle tijden. We hebben genoeg tijd. Het is een beetje gevaarlijk. Macho, paal, baklava, paal, parada. We zijn heel voorzichtig nu. We gaan even praten. Echt? Ja, dat moet je ja het is al eerder ben ik zwanger geraakt van hem en toen waren we ook niet helemaal klaar voor. Want heb je het weggehaald? Nee, miskraam. Oh echt? Ja, oh, maar ik was er echt nog niet, we waren echt nog niet klaar voor. Het was ook veel te snel. Yes. Het was echt veel te snel. Oké, dit is mijn liedje jongens. Oké, nou jongens. Ja. Is het op YouTube staat, hè? Ja, op YouTube, op Spotify. Nee, op YouTube niet zo, want het staat natuurlijk niet op mijn eigen account, op mijn eigen profiel, kan ook niet. Oh. Maar op Spotify is het wel een aantal keer beluisterd hoor. Het andere liedje van Candy was meer dan 600.000 gescreend. Oh yo, wat fuck. Hoor jullie dames en heren, deze mooie nummer van Morena? Je moet meezingen, hè? Ja, ik ben van mijn Candy. Ja, die was echt heel vaak gestreamd. Dat had ik niet verwacht, hoor.
gewoon, mag ik even... Dus moet wel zingen, hè? Wat vind je van mijn pijn? Ik was klein, ik liep maar achter in de wijk. Waar was jij al die tijd? Je maakte je geen zorgen om mij. Maar ik had God aan mijn zij. Want jij besloot afstand te nemen van mij. Hey. Ben ik aan begonnen? Ik dacht toen ik je tegenkwam. Kom, laat je als een wonder. Die droom was snel voorbij. Bye. Want ik zag die echt in jij. Hoe vreselijk kon je zijn? Het was de gif van de slang die bijt mij. God, je tijd is voorbij. Nu ga je beseffen wat het leven is zonder mij. Heb je nu spijt, maar ik heb schijt. Hey! Ik was klein, liep maar achter in de wijk. Waar was jij al die tijd? Nou, dat was alvast een stukje. Echt mooi. Wow. Ik heb heel erg last van mijn keel. Oh, dus, ja, Morena, stemmen jongens. Ik heb er ook al. Ik had echt, ja, echt. Maar wil je daar ook meer gaan doen met muziek en dat soort dingen? Ja. Ik had het een beetje laten stil liggen. Ja. Omdat ik echt was echt bezig met mijn problemen oplossen, zeg maar. Alleen nu heb ik eigenlijk weer zoiets van, ik wil het gewoon weer lekker oppakken. Ja, het is toch leuk. Het kost voor ons ook weer heel veel energie en heel veel tijd. Ja, dat was niet zomaar 1, 2, 3, ja. Teksten. Je bedenkt je tekst zelf ook. Ja, alle teksten die ik met haar ook samen. Ik allemaal zelf met hem. Samen. Ja, dit liedje is wel van ons samen. We hebben het gedaan samen. Ja. En die liedjes, je moet gewoon meer dan 100 keer optreden thuis. Je moet gewoon klaar zijn voor studio. Ja, is dit makkelijk, wel. Hè? Ja. Is dit makkelijk, hè? Het is ook mooi dat jullie zijn wel een team samen. Ja, we zijn een team. Als jullie samen zien, denken we, het was wel. We maken altijd dolletjes met elkaar. Jullie wonen ook samen. Ja, tuurlijk. Jullie wonen samen. Ja, ook. Samen huis. Oh, wat leuk. Stel je voor, je mag opnieuw geboren worden. Zou je dan liever een man of een vrouw worden? Man. Nee, man. Nee, maar gewoon, ja. Ik ben een man. Ik zat even. En ik blijf altijd een man. Voor de grap, hè? Om te kijken hoe dat is. Ja, hoe dat is. Ik blijf altijd een man. Als het zeg maar, ik vind vrouwen zijn wel leuk. Maar ik denk dat als je een man bent, veel meer zakelijke carrière. Je bent een mannelijke wijf. Je doet gewoon gedrag in, gewoon soms gewoon, je bent gewoon hier. Je laat zien dat je bent strijder, je bent gewoon gevaarlijk. Ik ben zo'n strijder. Je bent gewoon echte powervrouw, hè? Ik ben gewoon Je bent gewoon strijder, een man worden overal, dat wil je. Je bent vrouw, hè? Je moet blijven vrouw, hè? Ik ben gewoon een strijder. Je moet vrouw blijven. Ik ben gewoon een pittige tante. Ja, jongen. Kijk jullie die kop. Kijk jullie die kop, jongens. Morena, strijder. Dus omdat ik niet, als ik overkom als een man, betekent niet gelijk dat ik een man ben. Morena is echt power. Power vrouw, zij komt voor haarzelf op. Jullie hoort dat? Ik geen man voor te zijn. Jullie hoort dat? Wij gaan niet meer praten. Morena, zijn boos. Morena, zijn wanneer is boos? Blijf uit de beurt. Ja. Dat zeg ik jou. Als vrouw zijn moet je gewoon je principes hebben. Zij is echt en niemand moet over je heen lopen. Echt niet. Zij is een goede vrouw. Ja, dat is echt zo. Zij is een goede vrouw. Jazeker, je bent een goede vrouw en je bent strijder. Daarom ik zeg dat. Niemand kan jou gewoon kleineren. En niemand kan jou onzeker maken. Daar ben ik trots op jou. Je bent net als mij. Je hebt geleerd van mijn karakter. Van leeuw, macho, pam. Baklava, bam, brada. Bam. Je weet wel. Action. Ik wil jullie bedanken. Action. Alleen maar liever. Vond je het een beetje gezellig? Ja, tuurlijk. Ja, echt gezellig. Ik voel mij heel fijn op gemaakt. Ah, dat is het toch? Dat is het. We hadden het echt een verdomde goede week gehad. Beetje gezelligheid toch. Jullie moeten allemaal hun volgen op Instagram, TikTok. Echt op alles wat er bestaat. En haal leuke lipglossjes. Alles bij Morena. Binnenkort komt heel veel dingen. Er komt een nieuwe lijn aan. Dus check mijn website. Allemaal in de gaten houden. Ja, zeker. Als jullie vrouwen willen mooi worden als Morena, check jullie website. www.morenasecret.nl. Jullie checken allemaal vrouwen, Marokkanen of niet Marokkanen, allemaal vrouwen van heel de wereld. Check jullie website van Morena. Zij hebben daar heel mooi producten van de hele mooiste van de hele mooiste. Alles op alles, alles of niks. Eten of jij wordt gegeten. Macho pam, baklava, bam bam. Yep, amigos. En allemaal abonneren. Doei. Doei.